Ja. Het heet één keer aanraken. De bal mag maar één keer op de grond aanraken. En dan moet je hem overspelen aan de overkant. En zodra de bal twee keer de grond heeft aangeraakt, dan is het af. We hebben bijna een punt. Volg geen stopje ermee. Wisselen. Jerry aftrappen. Jerry aftrappen. Dit is het spelletje. Oké. Okay. Ik begin met Johan. Johan, Neutie? Ja, Johan. Hallo, Johan. Hallo. Hoi. Ik reed hier net langs en we zien jullie hier bezig aan, waar is dat? Voetbal of zo? Ja, we voetballen hier dagelijks en dat is onze hobby eigenlijk. Dus jij bent hier alle dagen eigenlijk? Ja, ja. En ik weet niet, volg jij ook het nieuws een beetje over Bogersvold de laatste tijd? Nou, niet over het Bogersvold, maar ik volg wel gewoon bepaalde nieuws over het NOS en de rest van het nieuws. RTL Late Night bijvoorbeeld. Nou, wat er dan een beetje speelt, er wordt onder andere een dagblad van Noorden geschreven dat de jongeren een hoop dingen vernielen. En ook een gigantische overlast met auto's en levensgevaarlijke situaties. Ja. Mijn vraag is dat aan jou eigenlijk gewoon van, hoe beleef jij het autoverkeer hier zo s'avonds? S'avonds? Goh, ja, s'avonds. Ik ben er meestal s'avonds niet. Ja, toevallig vandaag wel, omdat de zon wat langer is blijven schijnen natuurlijk. Alleen, zeker. Het is luidruchtig en ik snap ze wel. Ik snap voor de medeburen, de medebewoners die hier wonen, dat het gewoon lastig is. En, ja. Maar hoe extreem is het volgens jouw belevenis? Voor mijn belevenis niet zo'n het is niet echt extreem of zo. We gaan met je buurman eens vragen. Ja. Hoe zie jij dat met het autoverkeer hier zo? Ja, met het autoverkeer vind ik eigenlijk wel een beetje onzin. Want ja, het is niet elke keer dat hier snel wordt gereden. En zoals jullie het ook zien, hebben ze die hele wegen ook veranderd met die drempels. Ja, kijk, ik zeg je eerlijk, dat is wel eigenlijk verstandiger dat ze dat hebben gedaan. Omdat bepaalde mensen dan wel op zijn snelheid letten. Maar nu wel vertellen ze, ja, leuk die heuvels. Ja, maar dan moeten we remmen en optrekken. Tuurlijk. Mensen praten nu van, ja, die drempels, dat is allemaal kloten, dit, dat. Maar ja, nu weet je wel dat je aan je bepaalde snelheid moet houden. Weet je, kijk, er zijn hier wel, af en toe door de week lopen hier wel kinderen rond met de moeder of vader. En dus dan kan je hier niet met 80 of 90 door gaan rijden, weet je wel. Dus eigenlijk vind ik dat wel beter dat ze dat hebben gedaan met die drempels. Maar ze maken het alleen maar groter en ze maken het alleen maar ellende. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Dat ze eigenlijk puur Bogersvold slecht maken. Jongeren slecht maken of wat dan ook. Dat vind ik wel een beetje onzin eigenlijk. Okay. Maar met die snelheid vind ik eigenlijk wel terecht dat ze met die drempels hebben gedaan. Okay, maar gebeurt dat alle dagen niet zo? Kijk, ik ben niet elke dag in Bogersvold. Kijk, als het mooi weer is, lekker weer is, dan vraag ik mijn vrienden om lekker te gaan voetvolley of wat dan ook. Maar dagelijks als ik hier rijd, dan, tuurlijk, je hebt groepen. Je hebt groep mensen, die af en toe, als ze even een nieuwe auto hebben, die even willen gas geven. Tuurlijk, dat is normaal. Dat is de jeugd eigenlijk. Oh, nou, okay. Begrijpt u? Dat is het eigenlijk. Ja. Want de jeugd wil eigenlijk niet stoer doen, maar eigenlijk puur om te laten zien dat je een nieuwe auto hebt. Begrijp je? Dat wil de jeugd wil dat wel. Tuurlijk. Als ik een nieuwe auto heb, dan wil ik dat ook wel laten zien. Begrijp je? Maar het is niet puur dat ik hier kom om elke keer mijn handrem te trekken of hier gewoon gas te geven. Dat wil ik niet. Okay. Kijk, als ik ga gas geven, dan ga ik wel op snelweg gas geven. Begrijp je? Ja. Vernieling, Bogersvold. Vernieling. Zeg jij, het wordt gigantisch veel vernieuwd, een hoop rommel? Rommel. Kijk, ik weet, Bogersvold is zo groot, dus ik weet niet eens eigenlijk hoe, of het daar vernieling is of daar vernieling, dat weet ik niet. Maar voor het algemeen, als ik zo bekijk, is Bogersvold best wel schoon. Ja, bijvoorbeeld een maand geleden hebben zij mooie bankjes bij de strand neergezet. Ja, dat vind ik eigenlijk wel netjes eigenlijk. Want het is nu ook zomer. Dus eigenlijk voor de mensen die dan in één keer ook willen zitten of wat dan ook. Voor familieleden of zo, die af en toe met kinderen hier komen. Is het wel eigenlijk leuk voor de mensen die willen zitten. Ja, maar dan heb je mensen die gaan, oh, een mooie blad. Hey, pen, ik ga schrijven. Ja, maar dat gebeurt altijd. Kijk, dat kan je niet veranderen aan mensen. Kijk, of je nou nieuwe tafels daar neerzet of wat dan ook. Mensen gaan zo. Mensen zijn kinderachtig. Zo moet je het zien. Ze proberen eigenlijk hunzelf eigenlijk hoog te zetten of wat dan ook. Maar dat gebeurt overal. Of het nou hier in Veendam is, Bogersvold, of het nou in Hoogezand is, of het nou in Groningen is. Mensen gaan sowieso irriteren, begrijp je? Of irritant van die lulnetekens iets dergelijks, weet je wel. Tot 06-0. Ja, precies. Dat is normaal. Dat is gewoon eigenlijk voor de mensen die kinderachtig zijn, weet je. Ja. Dan ben je niet volwassen, maar
Maar voor algemeen. Kan je een probleem begrijpen? Hè? Een moeder, een kindje van 6 jaar, moet in die taal zitten. Hè? Die vrouwelijke onderdelen. Ja, natuurlijk. Ja, dan vind ik eigenlijk wel. Eigenlijk de kant van mensen dat ze dan die boogzot of wat dan ook, weet je, willen ze verspreiden. Ze willen eigenlijk dat niet meer mensen, jongeren, bij boogzot gaan hangen. Dat willen ze toch? Ik weet niet wat ze willen. Ik denk dat als ik naar de gemeente mag geloven, zij willen graag bedrijvigheid in Bolleswold. Dus ja, dat is wel eigenlijk begrijpelijk. Want ze willen, als je overal kijkt bij boogzot, staat wel van die lultekens of wat dan ook. Hebben ze wel getekend. Ja. Of bij skatebaan, als je daar kijkt, dan zie je dat ook wel veel. Ja. Maar dat kan je aan mensen niet veranderen. Nee, dat heb je. Dat hoort. Dat is, ja, ik weet niet hoe je het eigenlijk uit moet leggen, maar. Het is gewoon jongeren. Weet je. Dat hoort bij jongeren. Ja, dat hoort er gewoon bij. Puberteit, dus. Zoals hij dat zegt. En eigenlijk een beetje ook stoel gedrag om zijn nummer bij te. Naast vrienden, begrijp je? Om zijn nummer bij te vermelden van dit is mijn nummer. Of. Kijk, het is niet leuk, maar dat heb je overal. Ja. Dat kan je niet aan veranderen, denk ik. Wat zou je graag zien veranderen hier in Bolleswold? Of wat zal er nog moeten komen? Meer verlichting. Meer verlichting? Ja, juist. Meer verlichting. Retweeten. Kijk, ik zeg jou eerlijk, als ik hier in de nacht om 10 uur hier loop, ben ik wel bang. Als ik in mijn eentje of als ik met hem... Kijk, het moet leuk lijken, begrijp je? Kijk, als je licht hebt, dan zie je ook mensen. Als het mooi weer is, mensen komen hier voetvolley, mensen gaan basketballen, mensen komen hier met honden lopen, laat ze hond hier los, dat is leuk. Ja. Ik vind dat wel mooi. Ja, maar als je hier geen licht hebt, je ziet niks. Nee. Kijk, daar, nu hebben ze volgens mij daar verderop hebben ze een beetje licht neergezet, maar ze moeten, voor mijn gevoel moeten ze eigenlijk overal verlichting zetten. Dan is het eigenlijk ook duidelijk, dan kan je ook duidelijk zien of als ze... Ja, een vrouw bijvoorbeeld met een hond lopen. Kom je dichterbij. Als blijf ik in de wee lopen, ja. Maar als jongeren zijn er nog dingen wat echt in Bolleswold komt? We hebben met mensen gepraat. Ja, het zou toch prachtig zijn dat ze een keer een auto-meeting of zo komt. En dan echt, waar je met dat subwoofers is allemaal. Ik hou daar persoonlijk niet van. Met die subwoofers of zo, dat hou ik niet van. Maar het is wel eigenlijk optie voor de mensen die dat willen. Ja, maar op een festival of zo. Dat zou wel werken, denk ik. Denk ook, want Boogzot is eigenlijk wel perfect om een festival te geven, denk ik. Ja, alleen ze willen niet, want ze zeggen ja, dan. Ja, voor de overlast willen ze dat niet meer. Dat is eigenlijk ook puur voor de mensen die dat aanklagen, die daar wonen. Nou, die zijn daar bang voor, denk ik. Als je een festival hebt, hoor je sowieso lawaai. Ja, maar het gaat meer om drank vernieuwen. Dat ze daar bang voor zijn. Dan moeten ze extra beveiliging bij zetten. Voor vrijwilligers, jongeren die daarmee in willen stemmen. Of in die categorieën. Ja. Ook gewoon op het idee willen komen van, goh, iets leuks in de buurt. Weet je, niet helemaal naar Groningen. Is ook veilig voor de ouders. Ja. Hoeven zij zich geen zorgen te maken. Ze kunnen zijn erbij. En ja, natuurlijk, het Veendam, dat komt ook weer in het licht. Maar zijn jullie blij met Bolleswold? Ja, zeker. Zeker. Je aantal punten wat veranderd moet worden, maar verder is het wel goed. Ja. Okay. Ja, vooral wat hij zei, verlichting. Het is wel echt heel donker. Als je geen auto hebt, zie je niks. Nee, okay, klopt. Ik bedank jullie.